Ik ben Cindy, ik ben teammanager bij de voertuighulpverlening op de ANWB Alarmcentrale. Ik ben Lotte, ik ben hulpverlener bij de ANWB Alarmcentrale. En in de zomer begeleid ik onze seizoenskrachten. Mijn naam is Michel en ik ben recruiter bij Randstad. De werksfeer is zeker in het hoogseizoen heel dynamisch. Je kan je voorstellen, veel telefoon, veel mensen achter computers. En je kan 50% thuiswerken als je wilt. En ik denk dat het heel positief is dat je ook toeslagen krijgt als je bijvoorbeeld meer dan 16 uur werkt. Ik denk dat het heel fijn is om bij de ANWB te werken, omdat de ANWB echt met jou meekijkt. Wat heb jij nodig om een zo goed mogelijke hulpverlener te worden? Want dat is echt wat je doet. Je helpt mensen. Je bent niet alleen maar klantenservice, maar je helpt die mensen echt verder. En ik denk dat dat heel mooi is. De eigenschappen voor een goede hulpverlener zijn stressbestendig, verantwoordelijk en ook een goed empathisch vermogen. Ik merk dat bij sollicitatiegesprekken die ik heb met sollicitanten, dat zij dat hulpverlener heel mooi vinden en dat op de werkvloer dat ook weer terugkomt. Dat is echt waarom mensen hier werken. Ja. Met collega's doen we vaak leuke activiteiten, zoals vaker uit eten. En vorig jaar hebben we een hele leuke barbecue gehad. En die werd dan door de ANWB georganiseerd. We hebben een snackkalender en buiten kantoortijd worden er ook heel veel borrels onderling georganiseerd. Ik heb mezelf doorontwikkeld tot begeleider. En er zijn ook bij heel veel andere afdelingen mogelijkheden om na de zomer eventueel door te werken. Ik zou zeker andere mensen aanraden om bij de ANWB te gaan werken. Het is een hele dynamische werkomgeving met leuke collega's. En je doet ook nog eens heel betekenisvol werk. Ik denk dat de voordelen om te solliciteren via Randstad zijn dat je direct op contract komt bij de ANWB. En mocht dit hoofdseizoen op een gegeven moment over zijn en er is geen plek meer voor je, dan kijkt Randstad altijd met je mee naar jouw verdere toekomst. De procedure is als volgt. Als jij nu solliciteert, dan neem ik zo snel mogelijk contact met je op. Gaan we even kijken of de ANWB een match zou kunnen zijn. Mocht dat zo zijn, dan nodig ik je uit om op groepsassessment te komen bij de ANWB. En dan diezelfde dag hoor jij direct of je bent aangenomen of niet. En loop jij misschien dan ook meteen die dag met je contract de deur uit. Solliciteer nu bij de ANWB. Randstad, dat werkt beter.